Minister Ferdinand Welzijn zwaait vanaf 1 februari de scepter op het ministerie van Handel en Industrie. In een kort onderhoud met de directie benadrukte de minister dat er samengewerkt moet worden om de doelen te bereiken. Volgens Welzijn is het belangrijk dat er een werkbare structuur wordt gecreëerd. Hij gaf daarom duidelijk aan voor een open communicatie te staan en resultaatgericht te werken. De nieuwbakken bewindsman richtte zich ook tot het overig personeel. U gaat uit huis om te werken en uiteindelijk een inkomen te hebben voor uzelf en uw gezin. Maar als ambtenaar dient u een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land, zei de minister. U bent dus niet alleen. We moeten dienen samen te werken. En daar zal ik de nadruk op leggen als leidinggevende in de komende periode. Wij moeten beseffen dat alleen wanneer we elkaar begrijpen en alle neuzen in dezelfde richting brengen, wij succesvol zullen zijn. Ferdinand Welzijn, minister van Handel en Industrie, HI. De bewindsman deelde het personeel ook mee dat hij een open policy heeft en dat hij zal proberen een ieder met respect te behandelen. Op het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft gisteren ook de overdracht van het bewind plaatsgehad. Voormalig minister Faisal Abdulghafoor en minister John de Goyo plaatsten beiden hun handtekening onder het protocol van overdracht. Volgens de Goyo is Sport en Jeugdzaken een uitdagend ministerie als er gekeken wordt naar de doelgroep. Elke staat dat faalt om te investeren in jongeren, faalt eigenlijk als natie. Jongeren zijn de toekomst. En het is niet alleen een populaire kreet, maar om die overgang te maken vanuit kind zijn naar jongeren, jongvolwassenen, richting vol volwassenheid. Het is niet makkelijk, zeker in deze tijd. Vroeger was het zo dat kinderen werden opgevoed door de buurt, ouders, oma. Maar nu worden kinderen ook door andere entiteiten, andere mechanismen, andere zaken vanuit die hele wereld opgevoed. En daar moeten wij als ministerie eigenlijk een safe voor proberen te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat de informatie die gaat richting jongeren, dat we ze zodanig equippen dat ze de juiste keuzes kunnen maken. John de Goyo, de nieuwe minister van Sport en Jeugdzaken, gisteren tijdens haar toespraak tot het personeel.